Ja, we verwachten het natuurlijk wel al een tijdje, maar nou, vanochtend ging ik kijken. Ik was hier toevallig het eerste in de stal en toen zag ik de nageboorte leggen eigenlijk al voordat ik het veulentje zag. Die stond achter de moeder, dus nou, we zijn hartstikke blij weer natuurlijk. En hoe trof je aan? Nou, rustig eigenlijk. Dus het veulentje stond achter haar en we hebben nog een giraf erbij als gezelschap met ook een jong. Dus nou, ze stonden er rustig bij. Er was geen paniek in ieder geval. Wat vind je van het kleine girafje? Leuk. Leuk. Wat vind je er leuk aan? Dat hij geboren is, vind ik heel bijzonder. Laat eens zien, hoe groot dacht je dat hij zou zijn? Wat deed je net? Ja. Jij dacht dat hij zo groot zou zijn, hè? Ja. En hoe groot is hij? Zo groot. Is het een hij of is het een zij? Het is een hij, hebben we kunnen zien. Dus hij heeft een broertje, die loopt nu even buiten. En hoe viert u dat hier, beschuit met meisjes? Nou, we hebben er al een aantal, dus op een gegeven moment komt het ook je neus uit, het beschuit natuurlijk. Maar we hebben wel eventjes een beetje elkaar allemaal omhelst natuurlijk, dat hoort erbij. Dat is altijd hartstikke leuk.